Heksen? Heksen hier in Schotland? Deze muis houdt niet van pitpraat, maar is groot als het om nieuws gaat. Geronimo! Hij is briljant en scoopilastisch, zijn primeurs ricotta-tastisch. In Rockford kennen ze hem zo. Noemen hem Geronimo. Van Muisling. Hé, jongens! Wel eens gehoord van kloppen. Te veel haast, moet je horen. Zoals je weet, ben ik een afstammeling van Schotse royalty. Wat jij niet weet, is dat ik eindelijk als lid toegelaten ben tot de Koninklijke Golfclub van Schotland. Dat is geweldig, Clem. Maar kun je me... Laten we naar mijn kasteel in Schotland gaan en die club bezoeken. Magda, Magda. Geen slecht idee om naar jouw kasteel te gaan. En als we daar zijn, kunnen we meteen onderzoeken of het waar is dat er heksen rondzwerven. Huh? Wat zei u net over heksen? Clem, kun je mij weer neerzetten? Oh, ja, excuseer. Clem! Het zijn wat onbevestigde geruchten. Maar als Clem samen met ons zijn nieuwe golfclub in Schotland wil bezoeken... Oh, ik ben gek op Schotland. Iedereen draagt rokken. Zelfs de mannen. Hoe snel kun je de metamuis klaar hebben, Thea? Voordat jij hocus-pocus kunt zeggen. Gewist, gewist, gewist. Wat ben je aan het doen, Pandora? Mijn fanmail beantwoorden. Maar als het fanmail is, waarom wist je het dan? Het is eigenlijk spam. Maar als ze me zouden kennen, zouden ze zeker fan van me worden. Zijn we al bijna? Over een paar minuten gaan we landen. Ha! Dan kan ik mooi nog even werken aan mijn golfswing. Ik wil wel dat mijn eerste bezoek aan de golfclub grote indruk maakt. Clem, nee! Niet in de metamuis! Oh, we zijn er! Ik kan de sleutel niet vinden. Heb je je butler laten weten dat we komen? Wat? En de verrassing verpesten? Graafberg! Jullie zijn hier niet welkom! Lug! Doe de deur open! Het is je heer en meester, Clem! Vergeeft u mij, meester. Ik dacht dat is een van hen. Een van wie? Een van de heksen. Oh, dus u hebt ze gezien. Gezien? Ze hebben het dorp overvallen. Ze zijn overal. Op het plein en in de donkere steegjes. Verscholen achter de bomen, vliegend op hun bezemstelen. Weet u zeker dat het heksen waren? In de velden, boven de beekjes, in de geulen en gaten, achter de heesters en scherpe meidoens. Wat is een heester? Volgens mij een soort struik. Tussen de netels en het kreupelhout. En wat waren ze aan het doen toen u ze zag? Denk je dat ik bleef verkijken? Straks veranderen ze mij in een pad. Of erger. Oké, als je me niet meer nodig heeft, Mr. Clem, dan ga ik me verstoppen in mijn kamer. Zolang ze niet op de fairway of de green komen, denk ik niet dat deze jongen er last van zal hebben. En nu ga ik naar de club. Er is hier duidelijk iets aan de hand. Maar wat? Wat een verhaal, oom G. Heksen in Schotland. Ik doe mee. Ik wil een heksenfoto voor mijn blog. En wat wil jij, Thea? Klinkt interessant, maar die heksen kunnen wachten tot na het golven. Kom aan,
Volgens mij hebben die heksen deze deur ook al betoverd. Ik krijg hem niet open. Spraak verbroken. Oh. Nee. Je doet het helemaal verkeerd. Eerst goed staan, je voeten stevig op de grond zetten, in de lijn van de bal. In welk boek heb je dat gelezen? Pah, elke echte golfer weet dat. Het was trouwens een video. Mag ik nu afslaan, meester Clem? Allee, vooruit. Huh? Bijna, maar geen sigaar. Wat? Dat was een perfecte drive. Als hij perfect was, zat de bal nu in de hole. Kijk maar, het is zo eenvoudig als vissen op haring in een ton. Huh? Ah. Huh? Je zei toch haring in een ton? We moeten een ooggetuige vinden. Iemand die deze heksen van dichtbij gezien heeft. Kom op, Benjamin. Je hoort wat hij zegt. Vragen stellen. Pardon, meneer. Maar hebt u hier misschien ook heksen gezien? Hallo. Heeft u in het dorp misschien een heks gezien? Waar ben jij mee bezig met al die vragen van je? Is het al niet erg genoeg zonder dat jij je er ook mee bemoeit? Maak dat je wegkomt. Alsjeblieft, mevrouw. We proberen alleen maar uit te zoeken. Nou ja. Oh, blauwe schimmelkaas. En een hele goeie. Dit is hopeloos. Iedereen is te bang om over die heksen te praten. Ah, angst. De grootste vijand van de waarheid. Huh? Wat is daar aan de hand? Het is gewoon niet te lezen. Misschien een stukje dichterbij. Ze doen dit, hè? Wat gebeurt er, OMG? We kunnen niks zien. Het lijkt wel een boodschap of zoiets. In de vorm van een gedicht. Waar je ziet de volle maan het beste, daar zullen wij je angst flink gaan testen. Ja, dat is een angstaanjagend slecht gedicht. Maar waar zie je de volle maan het beste? Benjamin, zoek uit waar het hoogste punt van het dorp is. Doe ik. En nu je toch bezig bent, wanneer is de volgende volle maan? Ik weet dat mijn bal hier ergens moet liggen. Ik heb je, kleine lastpost. Deze bal gaat recht op de green. In het dorp dus. Ah, je hebt me afgeleid. Ik wil een mulligan. Oh, hoe durf je mijn moeders hekkers te beledigen? Ik bedoelde er helemaal niks mee. Ik zei alleen maar dat die van mijn moeder ook lekker smaakt. Voor die mensen. Verschrikkelijk. Kijk, er komt er nog een aan. Ineens verblind door heerlijke haggis. Ja, die verschrikkelijke golfer heeft mijn leven gered. Ja, wegwezen hier. Ik ben jij, ga weg jij. Zou hij wegwezen? Kijk, Thea. Die dorpsbewoners herkennen hun meester. Ze heten me allemaal welkom. Hallo, lieve dorpsbewoners. Wat is je dan voor die dorpsbewoners? Doe ik niet. Ik vlug voor hen. Heksen! Wie bent u? Ik heet Van Muisling, heksenjager.
smerige fritten met mijn huid en haar op. Wacht, daar komen ze aan. Vraagje. Als u een heksenjager bent, waarom verstopt u zich dan? Waarom jaagt u niet? Ik heb ook een vraag. Heb jij misschien muggenspray? Kom maar mee. Dan vertel ik jullie mijn verhaal. Waarom klom we hier helemaal naar boven? Dit is Haagbosheuvel, het allerhoogste punt. Dus waar je ziet de volle maan het beste. Daar zullen wij je angst flink gaan testen. Precies, Benjamin. Dus laten we even rondkijken. Moet u eens kijken. Hier heeft iemand vuur gestookt. Wat zouden die gaten betekenen? Misschien stond daar de kookpot van die heksen. Oh, gee. Hier ligt een heksenhoed. Heel goed, Benjamin. Dat is precies zo'n aanwijzing waar ik op hoopte. Eén ding weten we zeker. Wie die heksen ook zijn, ze hebben geen verstand van mode. Eet je dat brood nog op? Nee. Meneer Van Muisling, vertelt u verder. Al jarenlang jaag ik op heksen. Ik reisde de wereld rond op zoek naar die vreselijke wezens. Ik doorstond grote gevaren en trotseerde sneeuw en hoge golven. Maar elke nacht speur ik naar mijn prooi. Nooit wetende of ik de volgende morgen nog wel zou gaan halen. Maar helaas zijn mijn dagen nu echt geteld en wordt het tijd om de mantel door te geven aan een waardig opvolger. Heer Klem, volgens mij bent u die muis. Ik draag hierbij mijn uitrusting officieel aan u over. Pet, mantel, lang stuk touw, grijphaak, uienketting en pepermuntjes. Waarom die pepermuntjes? Oh, de uien stinken echt heel erg. Meneer Van Muisling, ik ben er niet helemaal zeker van dat Klem de beste heksenjager zal zijn. Hé, hey, onzin! Ha, kijk maar, die pet past hem perfect. Wat zegt u ervan, heer Klem? Accepteert u de uitdaging als nieuwe heksenjager? In alle nederigheid, ja. Huh? Ja! Misschien was ik toch iets te snel met de keuze die ik heb gemaakt. Thea, accepteer alsjeblieft mijn pet, mijn mantel. Oh, nee. Ik doe het. Oh, dat is lekker. Oh, de zijde in die hoed wordt echt heel veel gebruikt. Zie jij nog iets, Benjamin? Nee, niks bijzonders, oom G. Oh, grote Gouda. Ik hoopte een aanwijzing te vinden. Als die hoed ons nou een beetje op weg zou kunnen helpen, hoe dan ook. Heeft u dit labeltje gezien? Echt geweldig speurwerk, Pandora. Het lijkt op een rune. Ja, een letter uit een heel oud alfabet. Precies wat ik ook dacht. Oh, Thea, hoe ging het golfen? Een beetje onder par. Maar Klem en ik zagen de heksen. En? Hoe zien ze eruit? Als heksen, neem ik aan. Ik kon het niet heel goed zien, want we werden achtervolgd door boze dorpelingen. Klems golfspel. Ach, lang verhaal. En dat niet alleen. We hebben ook een heksenjager ontmoet. Een zekere Van Muisling. Of moet ik zeggen, ex-heksenjager. Tijdens de lunch zei hij dat hij ging stoppen en hij droeg alles over aan Klem. Klem? Dat lijkt me een rare keuze. En waar is Klem nu? Je moet het echt vanuit je pols laten draaien, Klem. Oké, als ik zeg laat los. Wat? Klem! Ik kreeg geen kans om te eten door al dat gezever van jou over heksen. Wat is er? Waar is er? Meester Klem, ik ben het. Lug! Ja, dat wist ik wel, ja. Voor wie zal dat eten, lug? Voor de heksen.
Het is een over, zodat ze maar niet in een bad veranderen. Ze kunnen hier elk moment zijn. Ah, zo. Je hebt de heksen dus hier uitgenodigd. Goed, 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 goed. Klein momentje, oké, ja? Wow. Oh, ik geef het op. Er staan wel meer dan 1000 tekens in deze databank. En we moeten ze allemaal checken. Als we hier de betekenis van vinden, weten we misschien wat meer over wat voor heksen we zoeken. Huh? Ik dacht dat ik niet in heksen geloofde. Ik geloof niet in toverkrachten, als je dat bedoelt. Ja! Hier is het boek dat je zocht. Eigenlijk zocht ik het boek dat naast deze stond. Wat? Het is niet dat ik bang ben voor heksen, maar je hoeft ze ook niet op te zoeken, hè? Als ik dan toch hier binnen moet blijven, kan ik net zo goed mijn tijd nuttig besteden. Ga toch weg, heks! Oh, ik ben geen heks, meester Clem. Ik ben Timmy McGouda. Uw verdwaalde golfbal redde me van een pak slaag van Tevis McCheddar. Ik wilde u daarvoor heel hartelijk komen bedanken. Ja, dat is precies wat ik verwacht dat een heks zou zeggen. Ga weg en laat me met rust. Oké. Oh, al dat werk voor niks. Nu weten we nog niet wat die rune betekent. Ik heb het gevoel dat we er heel snel een antwoord op krijgen. Wat is daar aan de hand? Waar kijken ze nou naar? Daar! Wauw! Nou, hier is niks bovennatuurlijks aan. Er is altijd een logische verklaring. Maar waarom knikken uw knieën dan, oom G? Enig idee, Geronimo? Ik ben bang dat ik er nog steeds niet helemaal uit ben. Misschien bestaan heksen eigenlijk wel. We hebben er een zien vliegen. Is dat zo? Of werden we voor de gek gehouden zodat we geloofden dat we een heks zagen vliegen? Er is altijd een logische verklaring. Ongelooflijk! Sommige mensen weten niet hoe ze met dankbaarheid om moeten gaan. Huh? Kijk om, G. Is dat niet dezelfde bezem als waar die heks op vloog? Goed gezien, Benjamin. Volgens mij is dit inderdaad dezelfde bezem. Hé, hey, laat die bezem staan. Wegwezen jij. Wat is dit dat jij aan het doen bent? Ik verander jou in een pad. En wat is nu logisch om te doen? Paksen. In dit geval, Thea, ook al zijn het misschien geen echte heksen, stel ik voor om te rennen. Die bezem teruggeven. Niet nu. Hierheen. Snel. Waar zijn ze heen? Onmiddellijk terug! Ik geloof dat we ze kwijt zijn. We gaan terug naar de metamuis en testen die bezem. U vond uw jasje zeker te warm? Oh, zeg dat wel. Dan moet ik snel een nieuwe regelen. Avant-garde. U heeft geluk. Hier is een kledingzaak. Ik zal heel snel zijn. Ik hoop dat ze iets groens hebben. Pandora, kun jij mij die tekening van de rune geven? Oh. Wat is er, oom G? Het was helemaal geen rune. Wat? Het is hetzelfde als het logo van die winkel. Waarschijnlijk is door het dragen van de hoed dat label beetje bij beetje versleten en lijkt het nu op een letter uit een oud alfabet. Ik denk dat de oplossing nabij is. Ja, dat is er een van ons. De hele groep koopt hier hun kostuums. Kostuums? Ja, dat zijn theaterkostuums, hè? Het is de nacht van de volle maan. Hun show gaat zo beginnen. Als jullie snel zijn, halen jullie het nog net. De heksen zijn een theatergroep. Wat? U wist het en u heeft niks gezegd? Dat is niet zo aardig. Heel veel mensen waren bang.
Oh, ja, dat is waar. Maar ik moest het beloven. Ze zeggen dat sommige mensen af en toe bang willen zijn. Daarom houden ze ook van horrorfilms en gaan ze in enge achtbanen. Dat maakt het extra leuk. Ja, hij heeft een punt. Op de achtergrond ziet u de heksen die dit slaperige Schotse dorpje flink hebben laten schrikken. Maar eigenlijk zijn het actrices die op deze manier reclame willen maken voor hun rondreizende show over het leven van heksen. De heksen kunnen allemaal vliegen met behulp van een vliegsysteem. Een soort van special effects waarbij de spelers vastzitten aan draden die zo dun zijn dat je ze niet ziet met het blote oog. Vliegt die heks op een dweil? Sorry. Zoals u ziet, logica en wetenschap verklaren alles. Live vanuit Schotland, dit was Geronimo Stilton. Clem, ben jij de hele tijd in je kamer gebleven? Was je dan zo bang? Oh nee, ik was helemaal niet bang. Zoals ik altijd zeg, er is altijd een logische verklaring voor. Huh? Hallo, Clem. Oh, hallo, meneer Van Muisling. Tja, ik vroeg me af of ik mijn spullen terug mag hebben. Tuurlijk. Maar u was toch gestopt? Oh, ik heb me eigenlijk bedacht. Ik ben mijn hele leven op zoek geweest naar heksen, maar vond er nooit een. Ik ben er nu achter dat ze niet echt bestaan. Ha! Als ik nu zou stoppen, heb ik alles helemaal voor niks gedaan. Dus ik begin aan een nieuwe missie die me hopelijk wel voldoening zal geven. Oh? En wat is dat dan? Brandblusser, Van Muisling, vuurspuwende drakenjager. Oké, wens me succes!